Je moet je vingers oprollen, zegt Gerard. Ja. Mijn nagels zie ik niet meer. Die zijn een beetje lang, dus het is niet een heel lekker gevoel. Dat maakt niet uit. Ja. Dan doe je die duim er zo overheen. Ja. Dan draai je je hand om. Dan moet je het aanwijzen met deze knokkel. De knokkel van mijn wijsvinger. Daar wijs je het mee aan. Ja. Dus als je iemand op zijn kin gaat slaan, sla je hiermee. Ja. Sla je hem op zijn lever. Dan moet je je hand de slag draaien. Ja, dus een kwestie van techniek. Maar voor het plankje hou ik hem gewoon recht naar voren. Recht naar voren en dan knijp je in je pink, wijsvinger en duim. Daar knijp je in. Oh jeetje. Nee, gewoon dicht doen. Ja. En in je hoofd zeg je, ik knijp. Pink, wijsvinger, duim. Pink, wijsvinger, duim. En dan hiermee aanraken. Ik moet met de knokkel met mijn grootste. Oké. Okay. Okay. Denk maar even aan mijn hoofd. En dan, misschien scheelt dat. En dan, ja, je hebt al twee aanslagen overlevende. Ik ben niet zo van het slaan hoor, maar oké. Pink, wijsvinger, duim. Deze gewoon, raken. Ja. Nou, dan, kom maar op met die plank. Nou, we hebben nu. Ga ik staan? Ja, waar moet ik op oefenen? Nou, ik heb hier een handdingetje bij. Ja, zo'n dikke handschoen. Ik ga even staan, ja. En ik hou die microfoon vast. Als we, ja, we zo'n klein beetje draaien. Dan kunnen de mensen die kijken kunnen het zien. Ja? Op je hand ga ik slaan. Vet. Hier vandaan en gewoon om hand slaan. Ja, nou voel ik je knokkel. Ja, ik voelde hem ook. De goede knokkel ook, hè? De goede knokkel, ja. Dan moet je proberen om achter het doel te mikken. Dus er voorbij te slaan? Ja. Dat is hem. Dat is hem? Dat is hem. Oh jee. Oh help. Ik heb een plankje erbij. Kan iemand een foto maken? Dit is een historisch moment. Dit is ongelooflijk wat er nu gaat gebeuren. Hoe dik is dat plaatje? Dat is minimaal 4 centimeter. Met een beetje fantasie. Ja, met een beetje fantasie 4 centimeter. Het kan geen pijn doen. Oh. Maar 4 centimeter ontsluiting, kijk maar. Okay, nou, let op, ik jongens. Ik droog even mijn handen. Ja, ik ga lepel even achter. Knokkels naar binnen. Ik heb kracht op mijn linker, mijn wijsvinger, mijn duim, die gaat er overheen. Daar overheen, niet ervoor. Oh, sorry, zie ik. Ik ga nu al bijna fout. Dat maakt niet uit. Hij zit nu goed. Ik heb nu een gebalde vuist. Ja, en een beetje ontspannen. Gewoon ontspannen zijn. Oké. Okay. Gewoon doen. Oké. Okay. En hiermee raak. Op het moment je raakt, knijp je pink, wijsvinger en duim. Niet denken, ik ga hier stoppen. Nee, dat plankje, ik ga er voorbij slaan. Je hebt net om hand geslagen. Ja, dat ging goed. Daar doe je hetzelfde, want de plankje is er niet. Okay. Debbie, je kan het, kom. Gewoon een tikje geven in het midden van de plankje. Niet denken van dit lukt niet. Gewoon doen. Oké. Okay. Gewoon recht slaan, recht. Niet naar beneden halen, gewoon recht hoe je net om mijn hand deed. Ja. Nee, nog een keer. Nee. Dat is wel zeer. Nou, kom op. Ja, hey, sorry, ik moet even concentreren. Niet makkelijk erover denken. Plankje is er niet. Oh, dat is gebeurd. Dat is ongelooflijk. En? Nou, ik voel hem wel. Ja.